Beste leerlingen, van harte welkom bij dit mini-lifelesje rond de man in het zwarte pak. Je hebt al kunnen kennismaken met Gary. Gary woont met zijn ouders op een boerderij en hij heeft zijn broertje Dan verloren aan een bijensteek. Eigenlijk een heel dom ongeval dat er gebeurd is en dat de hele familie zeer zwaar getekend heeft. Ik zou graag willen wijzen in dit lifelesje op drie zaken. Ten eerste in de manier waarop de tijd functioneert in dit verhaal. En ten tweede, en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, wil ik u het verschil uitleggen tussen de oppervlaktelaag en de dieptelaag van een verhaal. En als allerlaatste momentje in dit verhaal wil ik stilstaan bij een uitspraak van de moeder om een beetje te illustreren wat het verschil tussen die oppervlaktelaag en die dieptelaag is. Dus als je het verhaal begint te lezen, dan maak je kennis met Gary, die eigenlijk op zeer hoge leeftijd zijn memoires schrijft. Er is iets gebeurd in zijn leven, in die confrontatie in dat bos met die man in het zwarte pak, is een moment geweest in zijn leven dat tekenend is voor de rest van zijn leven. Iets waar hij continu aan terugdenkt, iets dat eigenlijk als een soort van rugzak meegaat in de rest van zijn dagen. En op het allerlaatste moment in de avond van zijn leven wil Gary dat van zich afschrijven. Je zult dus ook zien dat het verhaal is opgebouwd in een zogenaamde flashback. Dus het is een herinnering die op papier wordt gezet. De herinnering die Gary heeft met de confrontatie met de man in het zwarte pak. Het tweede dat ik u wil uitleggen is, wat is het verschil tussen een oppervlaktelaag en een dieptelaag van een verhaal? Wel, de oppervlaktelaag is eigenlijk vrij eenvoudig te begrijpen. Moest je nu een camera nemen en je zou het verhaal van de man in het zwarte pak letterlijk gaan verfilmen, en dus gewoon doen wat er in het verhaal staat, dan krijg je de oppervlaktelaag van het verhaal. Dat wil dus zeggen, als er in het verhaal staat Gary gaat met zijn hond wandelen, dan zal in de film te zien zijn dat Gary met zijn hond gaat wandelen. Gary gaat het bos in en Candy Bill de hond blijft achter. Je hebt dat misschien gelezen in het verhaal. Candy Bill, de trouwe hond van Gary, blijft achter, wenst niet mee te gaan. Heel uitzonderlijke situatie, wenst niet mee te gaan in het bos. Je zal dan ook zien, als het gefilmd is, dat Candy Bill blijft zitten terwijl Gary in het bos gaat. Ik zal in een van de volgende taken, of misschien zelfs in deze ook, een filmprojectje meesturen van een groep studenten die dat verhaal letterlijk hebben nagespeeld en waar dus eigenlijk de oppervlaktelaag aan bod komt. De dieptelaag is eigenlijk veel interessanter. De dieptelaag creëert, wat ze zouden kunnen zeggen, een soort van symbolische betekenis. Een betekenis die je niet zomaar direct in woorden kan vatten en die heel diep gaat in jezelf, in u als persoon. Een dieptelaag van een verhaal kan je niet zomaar onder woorden brengen. Moest dat wel het geval zijn, dan zou de schrijver dat ook doen. Hè? Maar het fascinerende, en dat moet je zeer goed onthouden van een dieptelaag van een verhaal, is dat dat voor elke mens, elke toehoorder, elke lezer anders kan zijn. Nu, goede horrorfilms, niet alleen horrorfilms, maar echt, als je het even zou beperken tot een horrorfilm, goede horrorfilms slagen er eigenlijk in om die dieptelaag van dat verhaal zeer uitgesproken naar voren te brengen. En dat maakt de titels ook angstaanjagend, omdat het juist iets is dat heel diep aanspreekt bij jou. Het kan natuurlijk ook in de omgekeerde richting werken. Als je bijvoorbeeld naar een romantische film kijkt, dan zal je ook zien dat op bepaalde momenten hetgeen daar gebeurt, die relatie, je misschien doet terugdenken, doet terugvoelen aan iets dat je zelf hebt meegemaakt. Dat is de dieptelaag van het verhaal. Nu, je kan natuurlijk onmiddellijk de vraag stellen of de schrijver bedoeld heeft om zo'n dieptelaag te maken. Want je zou kunnen zeggen, het kan gewoon maar gaan over een simpel verhaal waarbij een jongen, Gary, het bos instapt en zijn hond gaat niet mee. En in dat bos ontmoet Gary de man in het zwarte pak. Dat is het en er is niets meer mee bedoeld. Dat is perfect mogelijk. Hè? Dat is perfect mogelijk. En het kan dus ook zijn als je een groepje van 10 mensen hebt, dat er in dat groepje van 10 mensen 5 mensen zijn die alleen maar de oppervlaktelaag zien. En misschien 2 of 3 die er dan ook nog de dieptelaag in zien, maar dan een heel ander verhaal dat erin zit. Zie je? Dus dat is niet zo eenvoudig om te zien, is er nu wel een dieptelaag in het verhaal? Nu, de schrijver Stephen King, degene die dit verhaal geschreven heeft, gebruikt die dieptelaag regelmatig. Hè. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de film It, die onlangs ook op televisie is geweest, die eigenlijk een bestseller is geweest, een kaskraker, dan zie je dat als je naar de dieptelaag van het verhaal gaat, dat het heel vaak ook gaat om de relatie, de vriendschapsrelatie tussen die kinderen die samen de strijd aangaan met It, met het gevaar dat er uiteindelijk is. Nu, ik wil
u er even op wijzen dat op het ogenblik dat we de taak gaan maken en we dus verder en verder in het verhaal gaan, gaan we stapje voor stapje dichter en dichter komen bij wat nu exact de mogelijke betekenis van die dieptelaag zou kunnen zijn. We gaan die proberen onder woorden te brengen. Nu, ik zou graag één zinnetje met u willen bespreken, dat misschien laat zien dat in het verhaal er wel degelijk een dieptelaag aanwezig is. Het gaat op bladzijde 49. We vinden Gary terug in de keuken van de boerderij. En hij gaat vertellen aan zijn moeder dat hij voor de eerste keer helemaal alleen het bos in zal gaan. En dat hij eigenlijk onverschrokken is en dat hij in dat bos wil gaan kijken. En hij wil ook aan zijn moeder beloven dat hij niet extreem ver zal gaan. Dus ik lees even wat daar staat op bladzijde 49. Wat beloof je, Gary? Vroeg ze. Ik beloof dat ik verder niet ga dan de vertakking van de beek, moeder. Dat ik niet verder ga, zegt mama, niet verder ga. Ze keek me geduldig aan en zei niets. Haar handen gingen door met het kneden van het deeg, dat nu glad als zijde was. Derde keer zegt nu Gary, ik beloof dat ik niet verder ga dan de vertakking, moeder. Dank je, Gary, zei ze. En probeer te onthouden dat grammatica niet alleen voor de school is, maar voor de wereld. Dat is een fantastisch stukje zin, hè? Ik herhaal even. En probeer te onthouden dat grammatica niet alleen voor de school is, maar voor de wereld. Hè? Wat zou daar de betekenis van kunnen zijn? Nu, ik wil u onmiddellijk al geruststellen. Stephen King heeft nooit ergens op papier gezet wat de betekenis nu juist van dat zinnetje is. Je moet daar over nadenken. En als je er moet over nadenken, voel je eigenlijk al dat er een dieptelaag aanwezig is. Nu, grammatica, beste vrienden, dat weet je zelf als je een taal bestudeert. Grammatica zijn een aantal regels. En die regels, die werken altijd. Als je die grammaticale regels volgt, dan kan je in theorie bijvoorbeeld geen tt-fouten schrijven. Dat is de bedoeling van de grammatica, is dat alles gestructureerd wordt, alles duidelijk en ook voorspelbaar. Als je een zin schrijft en je zet daar een werkwoord in, je gebruikt die grammaticale regels, je weet wat het uiteindelijk gaat zijn. Maar als de moeder zegt, denk eraan dat grammatica niet alleen voor school is, maar ook voor de wereld, dan wil zij er ook op wijzen dat die regels die je moet volgen, dat je die uiteindelijk niet alleen moet volgen op school, dat je die niet alleen moet volgen in de grammatica, zoals ik eruit zei, of op je werk, maar dat regels er ook zijn om gevolgd te worden in het dagelijks leven. Als je met andere woorden je woord geeft aan iemand, in dit geval aan de moeder, dat je niet verder gaat dan de afgesproken plaats, dan is dat een regel waar je uiteindelijk moet op kunnen betrouwen. Nu, de moeder, en dat is interessant, daar wil ik toch even op wijzen, de moeder gebruikt het woord grammatica omdat je weet dat in elke grammatica zijn er uitzonderingen. En je zal ook zien in het leven dat zaken waar dat je niet aan twijfelt, zaken die vaststaan, regels die je volgt en wetten die je volgt, dat er misschien soms in het leven uitzonderingen gebeuren. Hè? Soms zijn die ook te verantwoorden, soms ook weer niet. Dus de moeder kan misschien hier al vermoeden dat Gary op een bepaald moment de regels een beetje vrijer zal interpreteren dan uiteindelijk vooropgesteld is. Dus misschien dat de moeder er ergens ook al rekening mee houdt dat ze niet 100% vat gaat hebben op wat er met Gary gaat gebeuren in het bos. Een zeer belangrijk gegeven voor elke ouder die ook beseft dat je natuurlijk nooit 100% iemand zijn daden kan controleren, zelfs die van je kinderen niet. Dit is een klein voorbeeldje voor die dieptelaag. En ik ga in een latere video erop terugkomen wat volgens mij de kernboodschap van het verhaal is. Dank u wel.